Ja. We doen eerst even dat nieuwtje dat Mark Hamill waarschijnlijk de release datum van de grote trailer heeft geleakt. Oh, ik wou zeggen, niet gaat redden. Hey, welkom bij nieuwe Wookie Leaks en ik heb weer een hele toffe gast. Hoi Ruben. Super. Hey, dankjewel. Hey, ik ben blij dat je er bent. Nou, leuk hier te zijn. Ja, ik weet gewoon dat je ook een Star Wars geek bent. Ik bedoel, we zijn notabene naar een eerste voorstelling geweest. Yep. Ja. Van 's ochtends vroeg met de Nerd Herd. Met de Nerd Herd. Ja, weet je nog? Ik was zo ontzettend ziek en ik had bijna over ja. Dit is ook een ding. Dat was Wookie of the Year. Ik was Wookie of the Year, inderdaad. We trappen eerst even af met één nieuwtje. Want Mark Hamill heeft naar verluid op Twitter de release datum van de grote trailer geleakt. En dat zou 9 oktober zijn. En ik vind het sowieso raar dat er nog geen grote trailer is. Maar dat Mark Hamill dan vervolgens zijn tweet weer verwijdert. En dan zegt, ik bedoelde het anders. Echt waar? Ja. Ga je er klaar voor zitten, 9 oktober? Ben je nog zo, kan je hyped worden van trailers? Van de trailers, in ieder geval van Star Wars. Nou ja, zeker. Als, ik ben er niet, als hij de datum lekt. Word ik niet gek. Nee? Ik zeg dan van, kan mij het boeien en ik vind spoilers vind ik niet tof. En dan gaat het klokje tellen. En dan word ik een beetje nerveus. Nee. Gelukkig, dat heb ik dan weer niet. Maar ik moet zeggen, ik heb wel zin. Ik ben wel benieuwd, ja man. Hoe ben jij Star Wars ingerold? Want ik weet dat je gewoon vanaf jongs af aan het tof vond. Gewoon... He, vanaf New Hope kwam in die bioscoop en dat ruimt. Maar daar nam mijn vader met mij naartoe, samen met Horace en mijn broer. En ja, vanaf toen dacht ik gek werd. Ja. Ik werd gek. Ja, ja. Dat is gewoon niet normaal wat er allemaal gebeurde, man. Dat was 77 was de eerste. Ja, ik was 7, man. Ja. Maar ik heb geloof ik al een jaar zo gelopen. Ja. Probeer ik die joke. Okay. Naar iedereen. Maar over horens gesproken. Jullie zijn met elkaar opgegroeid. Ja. Er was een incident. Wat heb je gedaan? Nou ja, wij hebben natuurlijk vanaf toen waren we echt gewoon helemaal Star Wars gek. Ja. En wij gingen ook, we wilden alleen nog maar, weet je, Playmobil was weg ermee. Alleen nog maar Star Wars poppetjes. Van die ruimteschepen en die vliegende motortjes en weet ik het. Ik weet al die namen niet, maar in ieder geval. Wij hadden al die spullen. Ja, het was ook wel veel spullen. Ja. Maar meneer die had gewoon besloten op Koninginnedag. Ik kwam langs zijn deur. Ik was door de stad aan het lopen. Ik zei, ben je het verkopen, man? Ja, man. Ik heb net alle Star Wars voor 2,50 verkocht, man. Wat? Ben je gek, man? 2,50 euro? Wow. Op 2 gulden was het nog. Ja, ik zeg tegen hem, dan kom ik maar binnenkort even mijn spullen ophalen. Want ja, ik heb alles verkocht. Ik dacht, jij wil het ook niet meer. Ik vind het nog knap dat je nog steeds vrienden bent met hem, serieus. Ja, ja. Toen had je de foto's van Force Choke kunnen gebruiken. Ja, dat was het moment. Ja, ik werd gek na die eerste film. En toen werd ik nog gekker. Qua Star Wars film heb je favorieten? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Volgorde, Rogue One, Force Awakens? Empire Strikes Back vond ik wel de tofste. Lekker gezellig. Vond ik echt te gek. Gewoon dat begin in die sneeuw en met dat ja, toen was ik echt, jezus. Dat kan het nog, weet je, ben je nog wat meer, 8 of 9, maar nog zit je, het is nog vetter dan deel 1. Ja, nee, ik heb vast een favoriete scène. Nou, ik had sowieso hier al sowieso willen zeggen, dat ik hier zou komen, ik ga sowieso zeggen,
I got a bad feeling about this. Ja, dat moet. Eigenlijk had dat ook de running gag. Kom je nu mee? Hij had als eerste moeten komen. Dat had in elke bad opening. Bad feeling about it. Nou ja, favoriete scène. Wat ik echt... een van de favorieten is dat ze daar in die garbage opgesloten zitten. En dat die muren zo... En er zit er nog onder water iets. Ja. Ja. Nee, eens. Dat was een epische scène. En van de prequels, wat zijn dan je favorieten? Wat vond je sowieso van de prequels? Ja, maar dat was niet eens Star Wars, man. Oké. Okay. Nee, we zijn... Jochie, man. Ja, jochie. Jezus, man. Nee, maar dat jochie was echt erg. Nog erger dan Jar Jar. Maar die Jar Jar was... Dat kon gewoon niet. Nee. Oh, mooi, mooi, I love you. You almost got us killed. Are you brainless? I speak. The ability to speak does not make you intelligent. Nee, ja, oké. The prequels never happen. The prequels never happen. Nee. Wat verwacht je van The Last Jedi? Wat hoop je in ieder geval te gaan zien in de volgende? Ik hoop dat het gewoon een hele vette film gaat worden. Ja. Kijk, visueel tegenwoordig... kijk, weet je, dat is het... ik hoop dat niet, weet je, zoals met de Transformers, met Michael Bay. Dat is zo'n chaos. Dat moet het niet worden, weet je. Nee, ik noem het altijd plaatstaal porno. Ja. Dat is het gewoon. Nee, oké, okay, Michael Bay gaat hem gelukkig niet doen. Nee. Ik zou echt willen dat John Woo er eens een gaat doen. Krijg je sowieso veel witte duiven erin. Ja, en veel slow-mo's. Veel slow-mo's. En double-handed precies, met twee lightsabers. Hey, ik heb een paar tegenstellingen voor je. Oh, okay. Dan moet je kiezen. Ik ben sowieso tegenstellingen. Dus, Han of Boba? Han of Boba? Ja, Han. Waarom Han? Je bedoelt Han Solo, ja, toch? Han Solo of Boba Fett? Ja, nee, dat is cool. Han Solo is gewoon eigenlijk de held. Oké, meer nog dan Luke. Ja. Okay. Leia, Jin uit Rogue One of Rey? Dan ga ik toch voor Leia. Prinses Leia. Is dat omdat je ermee opgegroeid bent? Of vind je gewoon de character? Nee, en zij is ook te gek, man. Ja. Jezus, man. Wat een toffe actrice. Ja, compleet geschift. Ja. Die was ook leuk op Twitter. Ja. When Harry Met Sally is ook briljant. Nee, zij is echt te gek, vind ik. Light of Dark Side? Gewetenskwestie. Nee, dan gaan we toch voor de light side. Ben je met een goede Oké. Tatooine of Hoth? Dus Tatooine, dat is die woestijnshizzle met zand. En Hoth, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het superkoud uit Empire Strikes Back. Nee, dan die eerste. Ja? Ja. Die woestijn? Ja, die woestijn. Zo'n plaat. Op de barge van je... Naast Jabba waarschijnlijk. Ja, met de dansende chicks precies. En zo. Oké, dan heb ik nog... En dat is ook een gewetensding, hè, dit. Star Wars Ux of Star Wars Crocs? Oeh, damn. Ja. Ja, dan ga je toch voor Ux. Ja. Die zijn allemaal sexy. Crocs zijn echt op geen één manier sexy te krijgen. Kruis. Ja, Martin. Nogmaals, super tof. Nee. Dat je er was. Graag gedaan. Ik vond het altijd gezellig als je er bent. We gaan eventjes nog kijken hoe het ervoor staat met mijn Lego Star Destroyer. Ik laat je ook niet in de buurt meer van die beeld, want ik durf te wedden dat je blokjes in je zak gaat stoppen. Oké, tot zover WookieLeaks. Lekker chaotisch. Net als gewoonlijk sluiten we weer af met een gag. En ik hoop dat het gewoon onze epische scène gaat worden en dat wordt het vast. Een gag. Niet de Force joke, gast. Hey, Darth Vader. Emperor. Ja. Even een vraag. Weet jij of het betaald parkeren is hier? Alleen aan de linkerkant van de Death Star. Okay. Rechts is vrij parkeren. Okay. Bij de kantine. Daar. Check. Ja. Dan ga ik hem even ergens anders inzetten. Oké, uitstekend. Zie ik je straks weer. Ja. Oh nee, dat was jij. Sorry.